Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Primark shoplog. De vorige pashokjes shoplog was echt een succes. Ik kreeg heel veel reacties van, oh ja, meer van dit soort shoplogs. Dus, wij gingen weer eens naar de Primark. Ik zei tegen Birdie, we moeten wel weer een pashokjes shoplog opnemen. En laten we dat dan dit keer samen doen. Want dan hebben we ook extra veel kleren. Aangezien je bij de Primark, dan mag je geloof ik altijd 8 stuks passen. Dus als je dan met z'n tweeën bent, heb je gelijk 16 paar kleding. Dus dit is eigenlijk een dubbele pashokjes shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We laten zien wat we aan hebben. Vertellen daarbij welke maat en hoe duur het was. En ik laat dan straks ook nog even zien wat ik naast de kleding qua accessoires nog gekocht heb. Veel plezier met kijken. Oké, dit is outfit 1. Birdie heeft een oranje trui. Oranje trui, hij is wel echt zo'n lekkere trui. Ik vind alleen het ronde ding, dat vind ik echt lelijk. Ik dacht ook dat het een achterkant zat, maar ik vind het echt heel lelijk. Maar voor de rest, je kan hem ook een beetje zo in je trui doen. Je kan het er wel, ja, ik vind hem wel echt heel leuk. Ik zou dat ronde ding er gewoon afhalen. Want dan vind ik hem wel echt heel cool. Als je hem even wegdenkt, zo, of erin. Ja, dan vind ik hem echt heel leuk. Ja, echt, vind ik hem echt heel leuk. Ja, leuk. Ik heb dit blouseje aan. En die heeft bloemetjes, zo even iets dichterbij gaan staan. En hier nog van die rafeltjes. Een beetje zo filmen, denk ik. En dan aan de onderkant van de mouw elastiek. De mouw is iets te kort, zie ik nu. Ik heb deze in het geel, met gele. Oh, echt? Werk. Ik heb dit ook precies zo dat werkt. En deze kun je dan eventueel ook, als je wil, in je broek doen. Of in een rokje. Ik vind deze ook echt heel leuk. We matchen niet, maar dit ziet er wel cool uit. Ja. Volgende is een set van truien. Ik ga even in het licht staan. Die van mij die glanst. Dus een soort velvet trui. Die hebben ze ook nog in het roze, in het blauw en in het okergeel, wat jij een beetje hebt. De okergeel heet het. Het is wel een ander modelletje hoor, want die van mij is ook goedkoper. Nee, het is okerblauw. Ja, het is een ander modelletje. Het is gewoon echt wel een andere trui. Maar die kleur hebben ze, zeg maar, mijn trui ook. Het is een beetje mosterdgeel, denk ik. Mosterdgeel, dat is beter. Het is ook okerblauw. Nou, deze beauty is €13. En deze is €16. Ja, ik vind hem wel een beetje super lekker, vind ik. Hij zit echt super zacht. Hij maakt mij een beetje breed, vind ik. Vind je niet? Omdat hij hier zo wijd uitloopt. Ja, dat denk ik. Oh, ik ben een beetje vormloos. Lijkt wel of hij met je schuin. Maar dat kan ook altijd nog helemaal in doen. Ja, maar ik vind hem wel echt lekker. Nee, ik ben er niet kapot van. Oké, next. Trui. Ik weet niet, het is wel echt geel. Ja, het is ook weer geel, maar wel we ander geel. Het is wel roze, maar ik vind hem ook echt leuk hoor. Ik heb die andere net aangehad en die zit echt een beetje mooi. Ik heb deze ook al. Ja, ik vind hem wel lekker zitten. Hij is ook maar €8 toch? Hij is van dat hele zachte stofje is dit. Echt van dat... Ja, van dat lieve bad. Ja, bad. Heerlijk. Maar... Is die €8? Oh. Hey, €6. En ik heb een hele grote maat, want ze hadden hem niet meer in mijn maat. Dus het is 44 uit mijn hoofd. Ik kan het niet zien. Hij is €8. Welke maat is het? 48. Ja, maar dat vind ik juist ook wel... Nee, ja, ik weet het niet. Misschien is die toch te simpel. Hij heeft aan de bovenkant... Dit vind ik juist super leuk. Dat het zo acht, zo een beetje zo... Ja, met een rokje, maar misschien toch iets kleiner. Want hij is nu wel heel wijd. Dit is ons pronkstuk. Dit is fantastisch. We hebben ook echt letterlijk dezelfde aan. Oh, ja, hij is zo leuk. En nou ja, je kan hem dus zo combineren. Met ja, ik vind hem in die broek echt ook heel leuk. En zij ik heeft heb hem dan. Dit rokje. Ja, dit rokje is ook. Zij heeft trouwens maat 36. Ik heb maat 40, want ik heb niet goed gekeken. Maar ik vind het ook niet vervelend of zo. Ik vind het wel echt leuk, dat rokje erbij. Dat rokje is. Gratis. Die is €11. Maak je 36. En de bloes is €13. €13. Ze hadden hem ook nog in het ja, beetje paarsachtig oud rood. Dit is van het spul wat je zo... Ja, waar je de hele tijd over gaat schuiven. Ja, je jawel, kun je accepteren. Hij is echt, dit is echt te leuk. Oké, jij hebt een shirtje. Deze is heel leuk. Dit is een truitje. Met hele leuke mouwtjes. Ja, die mouwtjes zijn hij echt... Hij zit heel lekker. Dit vind ik leuk dat hij een hoge hals heeft. Hij is niet heel dik. En hij is
13 euro. Maatje 34. Ja, die mouwtjes zijn echt heel leuk. Ja, echt heerlijk. En ik heb shoes. Oh, beetje... Dat is wel echt stoer. Ja, ze zijn wel echt heel leuk. Ze zijn 23 euro. Ik krijg er alleen zo'n grote voeten van. Vind je niet? Nou, vind ik echt totaal niet. Oh, oké. Ja, ze zijn wel echt stoer. Ze lopen ook lekker, zitten lekker. Ah. Oké, ik heb een jasje aan. Een beetje roze. Een beetje oud roze, je kan het niet zo goed zien. Geeft niks. En hij is te groot, het is maat 42, maar dat was de enige die ze nog hadden. Ik vind hem wel heel rechtdoor. 25 euro is die trouwens. Hij heeft wel zakken aan de zijkant. Wel heel lekker stofje. Hij is lekker stofje. Maar hij is te groot, denk ik, toch? Hij zit te... Ik word er heel breed van. Het zijn wel echte zakken. Ik vind hem wel leuk hoor. En jij? Ja, ik heb een blouseje. Ik erger me een beetje aan dat het zo doorzichtig is. Want... Ja, maar je hebt nu een korter hemdje aan. Maar ik weet niet. Ik had gedacht dat ik hem leuker zou vinden. Oh, ik vind hem wel leuk. En ik heb ook mijn schoenen. Oh ja. 1, 2, 3. Schoentjes. Oh, ik dacht dat je... Oh, jij kan ze ook zo doen, ja. Ja, ik vind ze echt leuk. Dat is wel leuk. Het is een beetje velvet stofje. Ze zijn 14 euro. Ze zijn echt niet duur hoor. Maatje 36. Ik vind ze echt leuk. Wel leuk, ja. Ze zitten ook prima. Echt. Zie je hoe groot mijn voeten zijn naast jou? Hihi. Dat is al best wel mee. Nee, niet. Dat waren dan alle kledingstukken. De schoenen heb je wel even gezien, maar ik wilde ze toch nog eventjes zo van dichtbij laten zien. Dit zijn ze. Mijn vriendje vond ze vreselijk. Die vond ze gothic-achtig. Maar ik geloof dat er maar weinig mannen zijn die deze schoenen wel mooi vond. Verder heb ik er al wel heel veel complimentjes over gehad. Ik had ze gelijk 's avonds aan. En echt, ik heb zoveel opmerkingen. Oh, waar komen die schoenen vandaan? Dus, goede keus. Verder heb ik ook nog 2 paar setjes oorbellen gekocht. En die zal ik ook nog even laten zien. Ik heb deze vooral gekocht voor de kleine driehoekjes. En die met het groene steentje. Want die vind ik ontzettend schattig. Ja, voor 2,50 heb je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ja, dus je hebt gewoon 9 paar oorbellen. En er zitten er altijd wel een paar tussen die ik eigenlijk nooit draag. Maar er zitten er ook wel genoeg tussen die je wel draagt voor. En in principe zou ik voor 2,50 al 1 paar oorbellen kopen. Laat staan 9. Ik heb nog zo'n setje. En deze vind ik misschien nog wel leuker. Ik heb ze vooral gekocht voor de pijltjes. Die vond ik heel schattig. Het bloemetje vind ik ook heel leuk. En het sterretje. Maar ja, deze was dus ook 2,50 en is ook weer 9 paar. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Wil je meer van dit soort video's, vergeet je dan niet te abonneren. En doe even je duimpje omhoog. Dan ga ik de volgende keer bij de Primark weer een pashokje shoplog opnemen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.